Jon Lammers, 5-0 winnen van Almere City. Dat is euforie. Maar hoe vond je de wedstrijd? Als je met 5-0 wint, dan kun je over de wedstrijd praten wat je wilt. Dan is het voor mij het belangrijkste dat je met 5-0 wint. Ik weet ook dat het voetbal niet altijd om aan te zien was. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. En met name in deze fase. Dus daar was ik heel erg blij mee. De blijdschap onder spelers en onder staf en onder supporters. Hoe heb je dat beleefd? We hebben keihard gewerkt. En dan moet je ook een succesje hebben om het door te zetten. Nou, dat succesje hebben we daar gehad. Dus daar zijn we allemaal heel erg blij mee. De ploeg, Heracles Almelo, speelde voor elkaar. Ja, maar dat moet de basis zijn. Supporters hier ook de vorige keer gezegd, jullie mogen verliezen. Maar de manier waarop, dat is heel erg bepalend. En dat heb ik ook aangegeven. Jongens, wij zullen wedstrijden gaan verliezen. En dat is geen schande. Maar zorg dat je dan collectief verliest. En zorg dat je in ieder geval alles geeft dat je hebt laten zien van wij willen winnen. En dat hebben we laten zien. Je hebt 15 punten. Nog 3 punten erbij voor de winterstop. En je hebt een hele goede eerste helft van de competitie gespeeld. Want dan heb je al de helft van de punten die je hebben moet. Ja, en dan komen na de winterstop een aantal spelers terug. Waarin we denk ik als team alleen maar sterker worden. Dus dat zou heel mooi zijn. Hoe staat de ploeg ervoor in de wedstrijd zaterdagavond tegen Sparta? Eigenlijk prima. We hebben Justin terug van een schorsing. En verder is niemand geblesseerd geraakt. Naf Bakboort is nog niet helemaal fit, dus die is er nog niet bij. En de langdurig geblesseerden zijn er nog niet bij, maar voor de verdere rest is iedereen fit. Betekent dat Hoogma ook terugkomt in de ploeg? Ja, Justin is onze aanvoerder en is een toegevoegde waarde. Ik vind dat Stijn het heel erg goed heeft gedaan. Maar het is een jonge jongen die heel veel wedstrijden heeft gespeeld in deze maand. Dus mochten we die nodig hebben, dan zal hij er weer staan. Maar het is ook wel eens goed om deze jongens een bepaald rustmomentje te geven. Zaterdagavond, 9 uur. Vervelende tijd. Ja, erg vervelend. Maar ja, daar hebben wij niks over te zeggen. Dus wij moeten spelen wanneer wij aangewezen worden. Ik wens je ontzettend veel succes. Zaterdagavond thuis in El Vasito tegen Sparta. Dankjewel.